van de Volgende Trans Vooruitzendkrachten. Mijn naam is Robin Inge, ik ben sectorconsulent voor Limburg en vandaag geef ik de kick-off. Naast mij zit Martine Meekers, zaakvoerder van Learning & Company. Zij is een specialist ter zake en zij gaat jullie straks op weg helpen. Waarom een webinar? Als we jullie allemaal naar Brussel moeten halen, dan zit iedereen vanochtend al om 6:30 in de trein. Dus het is een enorme tijdswinst. We hebben geen last van files. We kunnen het interactief maken. Jullie gaan zien op het scherm rechtsonder dat jullie kunnen klikken op chat. Daar kunnen jullie tijdens het webinar of na het webinar eender welke vraag stellen. We gaan het interactief maken, ook door vragen die Martine gaat stellen. Dus jullie gaan ook gevraagd worden om op die vragen te antwoorden. Nadien gaan we het webinar natuurlijk ook met jullie delen en kunnen jullie altijd nog vragen bijstellen. Op dit moment is het een enorme uitdaging voor ieder van jullie om de juiste mensen te vinden om je vacatures in te vullen. Je vindt ze quasi niet meer. En als uitzendkantoor kunt je redelijk een adviesrol opnemen naar uw klantgebruikers toe en gaan meedenken over mogelijke oplossingen. Je kunt de klanten gaan adviseren en informeren. En dat is al een eerste stap in de richting van de termen die wij straks gaan behandelen, jobcarving, jobcrafting en zo verder. We doen niet alleen het webinar vandaag, maar we willen jullie ook, Martine en ik, warm maken voor een eendaagse opleiding die Martine voor ons gaat verzorgen. Op 17 februari hier in Toerentaxi. Dan ga je niet alleen weten wat jouw carving en jobcrafting is, maar ga je ook effectief tools aangereikt krijgen door Martine om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dus een warme oproep om na het webinar vandaag jullie daarvoor in te schrijven. Voilà, ik geef graag het woord aan Martien en ik hoop samen met jullie heel wat bij te leren. Tot straks. Goedemorgen, ook welkom van mijn kant. Ik ben dus Martien Meekers van Learning & Company en ik help bedrijven met het ontwerpen, versterken en begeleiden van leertrajecten om een stukje hun competenties op peil te houden zodat ze mee kunnen in de uitdagingen van de arbeidsmarkt. En het topic vandaag is inderdaad jobcrafting en jobcarving en heel specifiek hoe dat een antwoord zou kunnen bieden op de antwoorden, op de vragen, de uitdagingen van de arbeidsmarkt vandaag. Dat is de doelstelling van vandaag. Concreet, waar gaan we het specifiek over hebben? We gaan eerst even stilstaan bij wat die uitdagingen precies zijn op de arbeidsmarkt vandaag. Ik ga ervan uit dat de mensen die hier naar kijken daar waarschijnlijk al vrij goed van op de hoogte zijn. Maar ik vind het toch belangrijk om daar even tijd voor te maken, om daar ook bij stil te staan. Want het is maar vanuit een heel goed begrip van die uitdagingen dat je ook kunt begrijpen waarom jobcrafting en jobcarving daar dan een antwoord op kan bieden. Ik ga dan natuurlijk een aantal begrippen toelichten ook, die te maken hebben met jobcrafting en carving, zodat jullie heel goed weten wat betekent wat. We gaan kijken naar de voordelen om daarmee aan de slag te gaan en ook de grenzen. Hè? Want er zijn ook wel een aantal grenzen aan. Het heeft heel veel voordelen, maar er zijn ook grenzen. Om het heel praktisch en concreet te maken, heb ik een heel deel voorbeelden bij ook voor jullie om met jullie te delen. En voilà, tenslotte maken we nog tijd voor een hele kleine oefening. Qua aanpak, hoewel het een webinar is, willen we toch, Inge zei het al, interactief houden. Dus ik ga jullie af en toe een aantal vragen stellen. Wanneer de vragen eraan komen, kunt je zien door het icoon wat eigenlijk nu op deze slide staat. Dus altijd als je een slide ziet met een vraagteken, betekent het dat jullie een antwoord mogen typen in de comments. En voilà, dan kunnen we toch interactief in gesprek gaan over het topic. De uitdagingen. En daar start ik al ineens met een interactieve slide, dus het is al aan jullie. Ik ben heel benieuwd. Welke uitdagingen dat jullie zelf zien op de huidige arbeidsmarkt? Wat zijn zo de uitdagingen van de arbeidsmarkt van vandaag die je tegenkomt, waar je vragen over krijgt van klanten, waarvan je zegt, goh, daar moeten we toch wel rekening mee houden in onze dienstverlening? Jullie mogen dus nu een aantal zaken typen in de comments. En dan gaan we eens kijken wat er hier verschijnt.
Jullie moeten denk ik nog wel wakker worden. Het is misschien nog wel vroeg voor interactie. We gaan zelf wat uitdagingen geven die waarschijnlijk wel voor veel mensen herkenbaar zijn. Ik denk de allergrootste uitdaging, ik ga wel reageren als ik de comments zie verschijnen ondertussen, is natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt. Er gaat geen dag voorbij of er komt iets in het nieuws over. Het is heel moeilijk vandaag de dag om de openstaande vacatures nog ingevuld te krijgen. Er zijn natuurlijk een aantal oorzaken voor. Enerzijds hebben we de vergrijzing van de bevolking. Dus het aantal actieve mensen op de arbeidsmarkt daalt. En ja, die daling gaat nog altijd blijven toenemen de komende dagen. Anderzijds hebben we een inactieve bevolking die stijgt. Wat maakt dat er een kwalitatief verschil is tussen het aantal mensen dat nodig is voor de openstaande vacatures en het aantal profielen dat beschikbaar is. Dat is niet het enige probleem. Naast dat kwantitatief tekort is er ook een duidelijk kwalitatief onevenwicht tussen de gezochte profielen en de beschikbare profielen. En we zien dat er heel veel profielen die gezocht worden vaak hooggeschoolde zijn, terwijl er meer aanbod is dan laaggeschoolde. Wat het natuurlijk moeilijk maakt om die geschikte profielen te vinden. Een andere evolutie die ook alleen maar gaat toenemen in de toekomst zijn technologische innovaties. Meer technologische innovaties gaan nieuwe competenties vragen van mensen. Die nieuwe competenties zijn nog niet altijd beschikbaar op de arbeidsmarkt, die moeten nog ontwikkeld worden. Maar natuurlijk stopt de snelheid van die innovaties niet. Dus dat geeft wel wat problemen. Je ziet dat ook als je zoekt naar welke nieuwe beroepen er nog gaan komen in de toekomst. Er komen een heel aantal nieuwe beroepen aan waarvoor nog geen mensen beschikbaar zijn of waarvoor nog geen competenties beschikbaar zijn. En dat schept natuurlijk ook wel de vraag van okay, hoe gaan we die vacatures invullen. Om een voorbeeld te geven, ik heb zelf vorige week eens gezocht naar de functies van de toekomst. Functies die er gaan bijkomen zijn bijvoorbeeld de dronebestuurder, security consultant in mijn eigen vakgebied van L&D, de digitale of technische onderliggende trainer. Het zijn allemaal de roepen die er aankomen waarvoor we mensen of competenties nodig hebben. En dan last, maar ik denk zeker not least, we zien toch wel dat de openstaande vacatures, dat de eisen die werkgevers stellen aan nieuwe profielen vrij hoog zijn. Ik kan jullie niet zien, maar ik kan me goed voorstellen dat iedereen dat wel een stukje herkenbaar vindt. Deze slide illustreert dat een beetje. Soms lijkt het alsof mensen op zoek zijn naar supermannen en supervrouwen. En een awareness creëren over het realistisch zijn van het vinden van die hoge profielen is misschien ook wel belangrijk om dit probleem op te lossen. Voilà. Een heel aantal uitdagingen op de arbeidsmarkt die ook een aantal gevolgen hebben. Wat zijn die gevolgen? Ik heb er hier een aantal opgesomd. Ja, enerzijds gaan werkgevers die gaan soms wat stoppen met hun projecten aan te nemen, hun eigen groei wat temperen, omdat ze voelen dat ze niet de geschikte profielen hebben. En ja, als je natuurlijk niet de mensen hebt om de nieuwe projecten in te vullen, ja, dan is het beter om de groei tijdelijk te stoppen. Dat kan allemaal een rem geven op de algemene economische groei. Ook zeer herkenbaar, denk ik, is de onderbezetting op de werkvloer vandaag. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Dus het is niet alleen zo dat bepaalde vacatures niet meer worden heringevuld of dat mensen niet meer vervangen worden, maar er komen ook steeds meer projecten bij. En er is natuurlijk een limiet aan wat mensen kunnen doen. Altijd maar meer doen met minder mensen in minder tijd zorgt toch wel voor een stressverhoging bij werknemers, maar natuurlijk ook bij werkgevers. Die er vandaag de dag in een organisatie zijn. Heeft gevolgen van meer uitval en een stijging van het ziekteverzuim. We kunnen nog even doorgaan, maar dat alles heeft natuurlijk veel meer gevolgen dan dat we op het eerste zicht zouden denken. Al die nieuwe uitdagingen die vragen
toch wel voor nadenken over nieuwe soortjes oplossingen, andere oplossingen dan vroeger mogelijk. En ik ga toch nog eens opnieuw proberen met een vraag naar jullie om te zien of ik een aantal vragen zie verschijnen, want ik ben wel benieuwd wat dat betekent in uw concrete job. Wat denk je dat die uitdagingen kunnen betekenen in jullie job en in jullie sector? En jullie mogen in de comments een aantal uitdagingen typen. Ik ga even zien wat dat er verschijnt. En dan ga ik er natuurlijk zelf ook mijn visie aan toevoegen. Oké, ik zie niks verschijnen, geen probleem. Ik ga zelf even toevoegen wat dat ik zie. Zelf kom ik uit de learning and development wereld, maar in de uitzendsector zitten er ook heel wat uitdagingen. En hoe denken wij nu dat jullie uw klanten eigenlijk in die nieuwe uitdagingen, want je kunt zeggen, ja, het zijn wel nieuwe uitdagingen, maar het biedt natuurlijk ook een heleboel nieuwe activiteiten naar nieuwe services die je zou kunnen verlenen aan je klant. En waar dat jullie vroeger vooral gefocust waren, of wat meer de vraag was, lijkt mij, naar het invullen van vacatures. En vanuit openstaande vacatures zoeken naar de geschikte profielen, is er nu veel meer vraag naar of zou dat een breder vak zijn, naar een veel bredere HR-dienstverlening. Dus het zou in die zin wel interessant kunnen zijn, ja, in eerste instantie, om uw klanten te helpen om vanuit de expertise en de voeding die jullie hebben met de arbeidsmarkt een duidelijk inzicht te geven in, ja, hoe komt dat nu dat we zo moeilijk profielen vinden en wat zijn daar nu de gevolgen van? Want als ze dat heel goed gaan begrijpen, dan gaan ze in alle waarschijnlijkheid ook meer bereid zijn om mee na te denken over nieuw soort oplossingen. En eens dat inzicht er is, kunnen jullie je natuurlijk ook helpen met daar meer over na te denken en een stukje te inspireren over, oké, we zitten met die vacatures die moeilijk ingevuld geraakt worden en we hebben toch wel een aantal uitdagingen, hoe zouden we dat anders kunnen oplossen? Dus meer mee nadenken over andere oplossingen. Je gaat zien natuurlijk straks dat job crafting en job carving hier een heel interessante rol in kunnen spelen. Jullie kunnen hen daar inzicht in geven. En een stap nog verder zou zijn dat jullie mee met jullie klant eigenlijk de processen rond jobcrafting en jobcarving gaan begeleiden. Dus dat jullie echt effectief aan de hand van een aantal tools in organisaties mee gaan helpen om na te denken over andere oplossingen en om dat proces ook echt te begeleiden. Oké, tot hiertoe heb ik het vooral gehad over de uitdagingen en de gevolgen, maar wat zijn nu die oplossingen, hoor ik jullie denken? Je kunt eigenlijk vanuit twee insteken nadenken over dit probleem. Je kunt kijken naar, ja, sleutelen aan mensen en een stukje zien, oké, wat hebben we te doen om de mensen die er vandaag aanwezig zijn op de arbeidsmarkt, maar ook in organisaties zelf, te upskillen en te zorgen dat die wendbaar blijven, zichzelf blijven aanpassen aan de nieuwe eisen van de arbeidsmarkt. En dat ligt natuurlijk een stukje bij zelfsturing van individuen. Mensen moeten daar zelf een stukje verantwoordelijkheid in nemen. Maar als werkgever heb je daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in door mogelijke opleidingskansen te bieden voor mensen. Dus dat is natuurlijk een heel groot stuk van de oplossing kan in dat domein zitten. Maar je zou ook kunnen kijken naar de andere kant. En dat is het sleutelen aan de job zelf. En kijken, ja, wat kunnen we nu aan de openstaande of nodige vacatures veranderen. Zodanig dat we wel een match vinden tussen de beschikbare profielen. Of mogelijk de mensen die we al hebben. En de profielen die we denken nodig te hebben. Dus je kunt kijken vanuit mensen en jobs. Een derde, niet onbelangrijke piste, maar dat is een beetje outscope in deze webinar, zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je als bedrijf kijkt, ja, hoe kunnen wij een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven? En hoe trekken we nieuwe mensen aan? Wat kunnen we als bedrijf uitspelen? Waarom mensen voor ons kunnen werken en willen blijven werken?
Oké. Dat brengt me tot het stukje definities. Ik heb al een aantal keer gesproken over jobcrafting en jobcarving, maar wat betekent dat nu? Dat ga ik jullie uiteraard even uitleggen. En dan wil ik eerst even beginnen met een iets wat oudere term, de term jobdesign. En jobdesign, wat bedoelen we daarmee? Dat is eigenlijk het top-down proces. Waarbij organisaties altijd functies gecreëerd hebben en vanuit die functies. Ik krijg even een melding dat er vragen zijn. Mijn excuses, dat had ik even zien. Oké, ja, kunnen we die vragen op een andere manier? Gaan we zien, maar ik ben ze allemaal. Oké, ja. Mijn excuses. Maar we komen straks op jullie vragen terug. Dus hou ze vooral vast. Dan ga ik zelf zien hoe we ze aan bod kunnen laten komen. Oké. Even terug naar jobdesign. Dus jobdesign is het proces waarmee jobs gecreëerd worden. Hè? Dus dat is een top-down proces waar je als organisatie gaat kijken. Excuse, ik ben het even aan het proberen. Nee, ik zie geen vragen of antwoorden. Okay. Ja, dus het proces waarmee organisaties functies creëren en eerst gaan kijken welke functie hebben we nodig voor ons bedrijf en dan vervolgens de kandidaat gaan selecteren of zoeken die daarin past in dat profiel, omdat die de juiste vaardigheden, kennis, competenties heeft om die functie in te vullen. Dus dat is wat jobdesign betekent. Dan heb je een term job redesign en dat is eigenlijk het proces waarin je als werkgever besluit van om welke reden dan ook moeten we iets veranderen aan die functies, taken of rollen en we gaan die herwerken. Dat is niks nieuw, dat is iets wat al heel lang gebeurt. Rolveranderingen omwille van nieuwe uitdagingen. Organisaties die rollen wat gaan veranderen omdat klanten moeten veranderen. Ik geef een voorbeeld. In de banksector zie je dat de rol van de klassieke rol van de loketbediende begint te evolueren naar, ja, natuurlijk omdat mensen meer en meer services online ook kunnen raadplegen en zelf doen. Als mensen dan bij een loket komen, dan gaan ze een ander soort expertise of advies krijgen in de toekomst dan vroeger, omdat dat gewoon nodig is om bij te blijven met de noden van de klanten. Dus jobs veranderen is niks nieuw. Er zijn wel andere manieren, verschillende manieren om dat te doen. In dat kader heb ik twee tekeningen die ik jullie even toon, hè, want we spreken veel over jobcrafting en jobcarving. Terug. En als je eigenlijk het simpelste om die definitie te ontleden is de vertaling van carving en crafting bekijken. Carving betekent letterlijk snijden en crafting betekent knutselen. Dus wat is dan het verschil tussen snijden en knutselen? Ja, bij snijden, hè, dus job carven, gaat je eigenlijk een bestaande functie letterlijk in stukken snijden. Eigenlijk dat je een paard in stukken zult snijden. En je gaat kijken aan welke stukken kunnen we nu combineren tot een nieuwe baan. Hè. Zodanig dat het kan de reden zijn dat iemand niet meer de huidige functie kan invullen. Of dat je zo in profiel, dat je zo'n profiel niet meer vindt. En als je er een aantal stukken afsnijdt, dat je wel een match hebt. Dus dat is job carving. Job crafting dan. Baanboetseren wordt dat soms ook wel genoemd. Vind ik wel een mooie term ook. En als je erover nadenkt, boetseren is iets ingewikkelder dan puur snijden. Waar gaat het om bij job crafting? Daar gaat je op verschillende manieren kijken naar het aanpassen van de jobinhoud. De jobinhoud aanpassen aan de kennis, vaardigheden, talenten, interesses, behoeften van de medewerker zelf. En wat hier wel vrij specifiek aan is, is dat mensen mee zelf vorm kunnen geven aan die functie. En wat ik daar misschien wel even moet bijvertellen, die term is vooral opgekomen in de learning and development wereld, meer bepaald
om te kijken hoe dat uw eigen mensen intern via kleine aanpassingen in hun job kunnen zo craften dat die beter past bij wie ze zijn. En dat ze daar ook een stukje mee in samen mogen input geven met hun werkgever. De voornaamste reden waarom mensen daar ooit mee begonnen zijn, is om mensen meer gemotiveerd te houden in hun job, doordat ze kleine aanpassingen konden doen in hun job en dat ze er eigenlijk mee over te nadenken. En dat ze talenten of kwaliteiten die ze hadden, dat die iets meer ruimte kregen in hun job. Door verschillende soorten aanpassingen, we gaan redelijk wat voorbeelden zien, zelfs een betere match creëren. Dus dat is eigenlijk de focus binnen een organisatie, met de medewerkers die er al zijn. Maar je kunt dat natuurlijk ook toepassen, dat principe, en dat vraagt iets wat andere technieken, lijkt mij. Maar je kunt ook gaan kijken, oké, we hebben hier een vacature en we hebben profielen op de arbeidsmarkt. Welke aanpassingen zouden we kunnen doen dat een match tussen die profielen en de openstaande functies beter zit? En soms gaat dat puur over kijken dat je de beschikbare kandidaten beter kunt passen, die vacature. Maar het kan ook zijn, en dan biedt die techniek soms meer oplossingen dan gedacht, dat bepaalde profielen bepaalde competenties hebben die misschien niet noodzakelijk gezocht werden in de oorspronkelijke vacature of het gezochte profiel, maar die wel een enorme meerwaarde kunnen zijn. Ik ga een voorbeeld geven uit mijn sector. Stel een interne vormingsverantwoordelijke die gezocht wordt in een grote firma. En er wordt gevraagd dat hij toch wel minimum 5 jaar ervaring heeft in het trainen en coachen van mensen. En je vindt daar geen profielen voor, maar je vindt wel mensen die bij junior profielen, die een 2-tal jaar ervaring hebben. En daar zit toch wel iemand tussen die een regieachtergrond heeft. Waarom is dat interessant? Misschien zou je daar niet in eerste instantie aan denken dat het interessant is. De job van trainer, coach wordt steeds digitaler. Er worden veel meer in opleidingen filmpjes gemaakt. Dus de achtergrond van iemand uit de regiewereld kan een enorme toegevoegde waarde zijn in die functie. Als je zo iemand in zo'n vacature aan zou nemen, dan zou die mogelijk zelfs, ook voor andere afdelingen, als het een grote organisatie is, een stukje een taak kunnen opnemen van meer videomateriaal te maken, waardoor dat een heel interessant profiel wordt. Voilà, dus even terug naar de definiëring. Dat is wat jobcrafting betekent. En waar is nu de grote shift tussen het denken in jobdesign naar jobcrafting? Dat zijn 3 zaken, waarbij ik niet wil zeggen dat jobdesign niet goed is. Maar het heeft wel een andere insteek. Bij jobdesign gaat je heel erg zien de volgorde van planning. Je vertrekt vanuit de functie. Je gaat kijken welke competenties zijn nodig. En dan gaat je zien welke persoon past het best binnen dat omschreven profiel. Die volgorde van planning is eigenlijk anders bij jobcrafting in die zin dat jobcrafting veel meer een continu proces is. Bijvoorbeeld, het is niet omdat ik, als je bekijkt vanuit hoe het ontstaan is, omdat ik nu mijn job graag doe en vanuit mijn talent perfect match me met een job, dat binnen 10 jaar nog zo is. Dus mensen ontwikkelen, vragen veranderen in organisaties die mee willen zijn, kijken daar regelmatig naar. Is er een goede match tussen onze functies en onze mensen en de functies die we vragen en de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt? Dus dat is veel meer continu. Bij jobdesign komt het initiatief van de werkgever in de zin dat het een top-down proces is. Dus de werkgever beslist, dit zijn de vacatures die we nodig hebben en daar zoeken we de mensen bij. En initieel is de insteek van jobcrafting heel erg dat het initiatief bij de werknemer ligt. Dus mensen worden veel meer in hun zelfsturing gezet en mogen veel meer mee beslissen over hoe ziet mijn rol eruit. Intern is dat denk ik wel duidelijk hoe dat eruit ziet. Bij gezochte profielen op de arbeidsmarkt is dat denk ik een ietsje uitdagender proces, omdat je ook echt mee in gesprek gaat met die kandidaten en samen gaat zoeken aan wat heb jij mogelijk nog meer te bieden in die job, waardoor het een interessante match kan zijn. Dus het kan sowieso ook wel top-down zijn, maar ook heel erg bottom-up. Dus het kan in 2 richtingen.
Het grote voordeel aan job design is natuurlijk dat dat super duidelijk is. Als verwachtingen heel duidelijk gesteld worden in een organisatie, dan is het heel duidelijk wat je te doen hebt en dat heeft wel wat voordelen. In de wereld van vandaag, die steeds sneller verandert, is die duidelijkheid niet altijd meer mogelijk op lange termijn. En wat is dan het voordeel van job crafting? En dat is iets onduidelijker mogelijk. Maar daar gaat je heel hard vertrekken van sterktes van mensen. Dus het gedachtegoed achter jobcrafting is echt focussen op wat is er wel aanwezig bij interne medewerkers of profielen die je tegenkomt op de arbeidsmarkt. En hoe kunnen we vanuit die sterktes iets doen, of hoe kan dat een meerwaarde zijn in de openstaande profielen. Oké, ik ga toch nog eens even proberen of ik in de chat kan. Ja, willen jullie anders wel eens een vraag lanceren? Er is een vraag van, ik denk, Champ. Die ja. Werkt, ik ga bij u komen. Ja. Goedemorgen, Inge, even terug. Het spijt ons, Martine kan de vragen die jullie stellen niet zien op deze laptop. Dus ik zal af en toe van collega Philippe naar hier wandelen en een vraag stellen, maar geen nood. Dus iedere vraag die jullie stellen houden we bij. En waar we nu niet binnen dat uurtje kunnen beantwoorden, dan krijgen we dat niet wel een antwoord. Dus een van de vragen die ik heb zien passeren is dat vooral rond die knelpuntberoepen heel erg moeilijk is om mensen te vinden, maar ook moeilijk, quasi onmogelijk om de klanten te overtuigen om daar aan de slag te gaan met een van deze tools. Ja. Omdat men heel erg blijft hangen aan van ja, dat is nu eenmaal nodig voor deze job. Ja. Dat is een van de vragen die ik heb zien passeren. En een tweede is, denk ik, waar nog meer mensen tegenaan lopen van Jan. Die zegt van ja, wij werken vooral met mensen die iets verder van die arbeidsmarkt staan en zijn eigenlijk vooral op zoek hoe dat we die mensen kunnen versterken om zichzelf beter te gaan verkopen, om het zo te zeggen, bij de klant. Dus dat zijn twee dingen die ik al heb zien passeren. Ja, ja. En ik kom straks terug, mag er nog zaken zijn waarvan ik denk dat iedereen het is. Ja, oké, dankjewel Inge. Zeer interessante vragen en die natuurlijk ook heel relevant zijn in dit verhaal, want ja, een klant overtuigen waarom dit oplossingen kunnen zijn, is natuurlijk heel belangrijk om ze te kunnen bieden. En daar denk ik dat het vertrekpunt altijd kan zijn, maar ik denk dat dat in het vervolg van dit verhaal wat duidelijker kan zijn. Ja, zo de vraag van, oké, je denkt dat je dit profiel nodig hebt, maar is dat wel zo? Is dat absoluut het profiel dat je nodig hebt? En dat vraagt wel wat uitdagendere vragen naar je klant toe. En daarom ook dat ik denk dat het zo belangrijk is om die problemen heel goed te kunnen uitleggen. Dat mensen begrijpen van, ja, we gaan anders moeten kijken naar jobs, want er zijn gewoon bepaalde profielen niet genoeg beschikbaar. En we gaan dat op een andere manier moeten oplossen. Maar ik ga daar straks even op terugkomen, omdat ik denk dat het vervolg van dit verhaal daar een stukje een antwoord op geeft. En als ik dan naar de tweede vraag kijk, een zeer interessante vraag. Hoe kun je dan mensen begeleiden die zichzelf moeten gaan verkopen? Dat vraagt natuurlijk een grotere bewustzijn van wat heb ik in huis en hoe analyseer ik wat ik precies in huis heb en wat mijn sterktes dan zijn. En als ik dat in kaart heb, en dat is een oefening op zich natuurlijk, om dat in kaart te hebben, maar ik denk dat je daar kandidaten zeker in kunt begeleiden. Hoe is dan het profiel wat ik heb, een meerwaarde voor die vacature. Dus het is heel erg, denk ik, op een andere manier gaan advies verlenen naar de twee kanten. Je krijgt een stukje een meer coachende rol, lijkt mij. Ik ga even verder met concrete voorbeelden en ik kom er zeker straks graag op terug als jullie nog geen antwoorden gevonden hebben in het verhaal. Maar die volgende slide is daar voor mij een zeer belangrijk uitgangspunt in. Dat is eigenlijk het vertrekpunt om het hele verhaal aan op te hangen. Dus als je één slide wilt onthouden om mee te nemen naar een klant, dan is het voor mij echt wel deze. We moeten naar functies leren kijken als een verzameling van taken. Een functie is niet een vaststaand feit wat niet veranderbaar is. En ik toon even deze tekening daarvoor. Als je naar een functie kijkt als een verzameling van taken, en dan krijg je bijvoorbeeld dit beeld. Stel dat je een bepaalde functie hebt en je splitst die op in dit aantal taken. Dat is één vertrekpunt. Een tweede punt kan zijn, al die blokjes kunnen op verschillende manieren veranderen. Dus al die taken zijn veranderbaar.
hoe zijn die veranderbaar? Bijvoorbeeld een taak kan veranderen op vlak van tijdsbesteding. Ja, wanneer je een taak doet. Kan veranderen op vlak van hulpmiddelen. Andere hulpmiddelen maken dat een taak verandert. Ja, heel concreet voorbeeld. En dat is iets wat automatisch gebeurt om mee te blijven, hè, dat die functies veranderen. In logistieke omgevingen, waar vroeger orderpickers met papier rondgingen en natuurlijk moesten kunnen lezen om de juiste goederen terug te vinden die ze aan het rondhalen waren, heb je tegenwoordig heel veel systemen met automatische voice orderpicking. Dat betekent dat mensen horen wat ze moeten rondhalen en dat ze ook een scanner hebben die hun helpt om het juiste, de juiste goederen te selecteren, wat maakt dat die mensen veel minder moeten kunnen lezen of schrijven, maar die horen wat ze moeten doen. Dus die job verandert heel erg door die technologische evolutie, maar maakt dat het profiel dat je daarvoor zoekt anders zou kunnen zijn. Dat is nu één voorbeeld, en wat belangrijk is vooral, er kunnen veranderingen zijn. Goede vragen die ik ondertussen binnenkrijg. Ik ga die even parkeren om zelfs terug te nemen, want ik denk dat er wel een paar antwoorden in het vervolg zitten. Maar dus dit is heel belangrijk om goed te begrijpen. Jobs en taken veranderen sowieso. Dus waarom kunnen we er niet proactief naar kijken van hoe kunnen we ze veranderen? Dat we beter matchen met de beschikbare profielen. Maar niet betekent dat alles te veranderen. Dus dat er dan altijd een aantal essentiële taken die absoluut bij de functie horen, want daarom is de functie nodig. Maar ik heb ze ook in een andere kleur gezet, gezorgd van een functie en een verzameling van taken. Wel kunnen kijken naar welke taken zijn hier nu, bijvoorbeeld groen en absoluut essentieel en niet wat te discussiëren in deze functie. Maar welke taken zijn misschien blauw of rood, die niet heel noodzakelijk in deze functie horen en die we op een andere manier kunnen gaan invullen misschien en misschien bij andere functies in de organisatie voegen of weglaten kan natuurlijk een optie zijn, er zijn meerdere opties, maar zijn er alternatieven voor die taken waar dat we een moeilijke match op vinden? Dus dat kan één ding zijn. Een tweede ding, en je kunt zeggen van ja, daar vinden we geen, daar is geen match op het profiel op vlak van kunnen, maar dat kan ook op motivatievlak zijn. Hè? Want ik lees hier bijvoorbeeld van wat met taken waarvan je vaststelt dat niemand ze wil doen. En jobcrafting is eigenlijk ontstaan vanuit het idee, we moeten kijken wat in onze rol past bij mij of doe ik graag. En het is natuurlijk, de ideale wereld bestaat niet, maar het is wel fijn als je zo weinig mogelijk taken doet die je niet graag doet. Dus dat je goed detecteert, wat doe ik niet graag en wat kan ik daar dan mee doen? Want die taken moeten mogelijk wel gebeuren, maar misschien als je die op een andere manier doet, in een andere context, met andere mensen, dat dat wel een fijne taak. Ik ga je zelfs wat concreter voorbeelden geven daarover, maar dit is wel heel erg belangrijk. Probeer je klant te helpen met de functies op te splitsen in taken en kijk dan wat is essentieel en wat niet voor deze functie. Of waar moeten we zeker een match op hebben en waarover kunnen we kijken naar aanpasbaarheid. Dat brengt mij tot vier manieren om te gaan jobcraften en dan gaat jullie een heel concreter beeld geven van hoe dat nu bijvoorbeeld kan. En je kunt eigenlijk op drie niveaus gaan kijken naar jobcrafting op individueel niveau. En heel simpel, dit is de vacature die we hebben en dit is de kandidaat. Kunnen we hier iets op craften? Je kunt het van op teamniveau gaan bekijken. In een bestaand team heb je verschillende functies. En mogelijk, want als je één functie verandert, heeft dat een impact op andere functies. Maar mogelijk kun je door uitwisseling van taken of doorschuiven van taken wel een oplossing vinden voor het probleem ook. Ook bij nieuwe profielen is dat ook, stel dat je een nieuw profiel open hebt staan en je ziet, goh, ik vind toch bijvoorbeeld in tweetaligheid, ik vind absoluut geen tweetaligheid in die profielen en dat is wel belangrijk. Dan zou je kunnen kijken in een bestaande team, is er iemand zeer goed in talen en kunnen we uit de beschikbare vacature een stukje halen van de taken dat we zeggen, daarvoor is die tweetaligheid absoluut nodig. En bijvoorbeeld in contact met klanten, maar voor een aantal taken is die tweetaligheid niet nodig. Dus misschien kunnen we een herverdeling doen van functies. Allee, van taken, dat is natuurlijk een wisselwerking, hè, waar dat je die tweetalige taken uit het nieuwe profiel haalt en dan ziet wat van de andere taken of de functies in het team kan toegevoegd worden in dat profiel.
En je voelt, dat is geen wit-zwart verhaal, dat is wat zoekwerk. Hè? En daarom moet het ook craften. Dus dat is echt een proces waar je wat moet gaan zoeken en wat in elke context ook wat anders kan zijn. Het derde niveau, daar ga ik het hier iets minder over hebben, organisatieniveau. Dat gaat over herstructureringen in grotere lijn of echt ja, kijken vanuit organisaties, strategische plannen, welke nieuwe profielen moeten we creëren. Dus natuurlijk op dat niveau kun je er ook naar kijken. Dan. Vier manieren op de craften. Nu wordt het heel concreet. Eerste manier is op taakvlak. Hoe kun je craften op taakvlak? Dat betekent dat je gaat kijken, kunnen we in de bestaande taken die er zijn, kunnen we daar iets in veranderen? Kunnen we die taak inhoudelijk veranderen? Kunnen we meer taken toevoegen? Kunnen we taken weglaten? Kunnen we een stukje taken verschuiven? En een voorbeeld hier is bijvoorbeeld om iemand gemotiveerd te houden of om een functie interessanter te maken. Dat kan ook voor het beschikbare profiel. Dat je bijvoorbeeld zegt aan een magazijnmedewerker, we gaan die als taak bijgeven om nieuwe medewerkers op te leiden. En dat is iemand die eigenlijk, dat kan een bestaande functie zijn, en iemand die al jaren een functie doet om gemotiveerd te blijven dat hij het onthaal van de nieuwelingen op zich neemt. Maar het zou ook kunnen dat je ziet, in de buitenwereld, goh, we krijgen die taak op zich als magazijnmedewerker moeilijk aan de beschikbare profielen verkocht, zal ik maar even zeggen. Kunnen we daar geen interessante taak aan toevoegen die toch moet gebeuren en die wel zou kunnen passen bij de beschikbare profielen? Dus je kunt taken gaan toevoegen of aanpassen, zodat mensen meer gemotiveerd zijn om de job te doen. Dan, relationele crafting gaat over aanpassingen in met wie dat je samenwerkt. Dat kan gaan over meer samenwerken met bepaalde mensen, minder samenwerken met bepaalde mensen in organisaties intern. Kan het zijn dat een interne accountmanager het heel moeilijk heeft bij een bepaald type klanten en dat er beslist wordt, jij gaat vanaf nu niet meer dat type klanten doen, maar we gaan nu op een ander profiel van klanten zetten, omdat je dat veel leuker vindt. Je verandert een job niet, maar je verandert wel de klantenportefeuille of het type personen waar mensen mee samenwerken. Het kan ook gaan over jobs die waar mensen vrij zich eenzaam voelen, omdat ze niet zoveel contact hebben waar je gaat zoeken. Kunnen we die job iets wat socialer maken? Kunnen we zorgen dat die persoon meer contact heeft met bepaalde doelgroepen? Of kunnen we mensen gewoon meer laten samenwerken en bepaalde taken die ze vandaag misschien niet gaan doen, aantrekkelijker maken door te maken dat er meer contact kan zijn met anderen? Een concreet voorbeeld waar redelijk wat onderzoek naar is gedaan in het kader van jobcrafting, waar je schoonmaakploegen in ziekenhuizen, waar ze hadden gezien dat er een bepaalde groep helemaal niet graag die job deed en een andere groep had die dat heel graag deed. En dan hadden ze gevonden dat die andere groep zichzelf een taak had bijgegeven en dat mocht van het management, om toch ook wel een stukje in contact te gaan met de patiënt. Terwijl ze de kamers aan het schoonmaken waren, altijd te checken hoe het ging met de mensen. En dat maakte het voor hun veel fijner om die job te doen, omdat er meer sociaal contact bij kwam. Ook een meerwaarde voor de organisatie in dit geval. Dit lijkt mij ook een waar heel veel winst in kan zitten zonder veel aan de taak te veranderen. Wel iets veranderen aan het cognitieve aspect, dat wil zeggen de betekenis die je aan een job geeft. De betekenis die je aan een job geeft, bijvoorbeeld iemand die kapper is, kan zeggen, oh ja, wat doe ik als job? Ik knip en was haren. Of je kunt zeggen, ja, ik zie mijn job eigenlijk breder dan dat. Ik knip en was wel haren, maar ik ben eigenlijk ook een luisterend oor voor het levensverhaal van veel mensen. En veel mensen als die naar de kapper gaan, dat is een ontspannend event. Die kunnen hun harten sluchten. Dus door zo naar je job te kijken en er eigenlijk een andere betekenis aan te geven, gaat je die job liever doen. Ik denk vooral het vlak naar, het vlak naar kandidaten toe of jobs die niet aantrekkelijk zijn. Kun je daar een andere betekenis aan geven? Misschien niet te lang, misschien niet, maar als je daar anders naar kijkt, dat die aantrekkelijker wordt. Ander voorbeeld, waar ik ook wel eens een keer op internet zie, wat ik hoor van de
flight attendants die de veiligheidsprocedures in het vliegtuig moeten uitleggen. Ik denk dat, ja, ik kan het niet zien natuurlijk, maar ik denk dat ik zou vragen hoe vaak heb je daar gepassioneerd naar geluisterd, dan is dat waarschijnlijk de eerste keer dat je in het vliegtuig zat en vanaf dan werd dat iets waar dat je gewoon begon te lezen of absoluut niet meer naar luisteren. Dat moet voor die mensen helemaal niet fijn zijn om dat elke keer opnieuw te moeten doen. En ik heb eens een dagkaderen bijvoorbeeld gezien van iemand die een hobby rapper was en gevraagd had of hij die instructies niet mocht rappen. En wat maakte dat hij mensen op hetzelfde moment dat ze iets noodzakelijk vertelde ook wel zorgde voor entertainment in het vliegtuig. Dus dat is een andere manier, maar het vraagt van creativiteit om cognitief te gaan craften. Laatste voorbeeld van, of soort van craften, is contextueel. En daar denk ik dat ook wel heel veel oplossingen in kunnen zetten. De betekenis van contextueel craften is een aanpassing doen in de omgeving, in het, de tijd dat je werkt, omgeving, hulpmiddelen, tijd. En heel concreet, heel weinig mensen willen nog in de file gaan staan. Dat wordt alleen maar erger. Dus thuiswerk toelaten kan echt wel het verschil maken of iemand een job wil doen of niet. Ik ken zelf uit mijn omgeving iemand die aan het solliciteren was voor een job van Herentals naar Charleroi. Zeer interessante job. Maar hij zag dat niet zitten om 5 dagen die afstand te doen. En de organisatie is er dan mee akkoord gegaan en met ondersteuning van bepaalde systemen. Dat je 3 dagen mocht thuiswerken en dan is dat wel gelukt om die job te doen. We hebben vandaag daar ook heel veel mogelijkheden om thuiswerk efficiënt en effectief te maken, denk ik. Dus dat is een concreet voorbeeld van contextueel craften. Kan ook iets anders zijn. Hè. Kan ook in shifturen zitten. Moeilijk mensen vinden voor nachtshiften. Kunnen we iets doen aan de shiften die mensen werken of flexibele uren bieden, kan ook een oplossing zijn. Ja. Oké, okay. Ik ga dan even terug naar de vragen. Ja, ik ga nog deze even tonen en dan ga ik hier een aantal vragen proberen beantwoorden. Dus de vraag zou kunnen zijn, want de eerste reactie is, ja, dat klinkt allemaal mooi, maar kan dat wel voor elke functie? Daar is veel onderzoek naar gedaan en ja, kan voor elke functie. Dus in elke functie is er ruimte om aan crafting te doen. Het vraagt natuurlijk een soort van open mindset. Ik krijg hier een vraag binnen hoe bedrijven te overtuigen zijn om te investeren in opleidingen. Daar ga ik zelf eens iets over zeggen, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Maar ja, ik wil toch nog eerst even deze slide toelichten voor ik daar iets over zeg. Dus wat zijn nu de voordelen van job crafting? Ja, sowieso heeft dat een heel zwaar motivationeel effect, want weet een passende jobinvulling voor medewerkers intern maakt dat die veel liever hun job doen. Maar ook voor ja, de beschikbare profielen natuurlijk op de arbeidsmarkt, als je meer een match vindt met de job vanuit wie dat je bent, is dat natuurlijk veel fijner om aan het werk te gaan. Dus een enorm positief effect op het welzijn van mensen. En het sluit ook aan bij een aantal basisbehoeften die mensen hebben. Bijvoorbeeld controle uitoefenen op je eigen job, want je mocht erover meedenken, ook als kandidaat. En een stukje een positief zelfbeeld creëren, omdat je de focus ook meer gaat leggen op wat is er wel aanwezig. Ja, wat is er wel aanwezig en wat kun je in deze job inzetten als meerwaarde? Dat geeft natuurlijk een positief zelfbeeld. Zelfsturing algemeen stijgt als je meer van het jobcrafting, zowel de arbeidsmarkt gaat benaderen als intern, ben ik ervan overtuigd dat mensen veel meer in zelfsturing worden gestimuleerd, omdat ze mee moeten nadenken over hun jobs. En misschien aansluiten bij de vraag, hoe overtuig ik bedrijven om in te zetten op opleiding? Ik denk, als we kijken naar hoe snel alles verandert, dat we het niet anders kunnen dan daarin te investeren. En zowel op individueel vlak om relevant te blijven op de arbeidsmarkt, als je niet blijft bijscholen, dan komt er echt gewoon een punt dat je niet meer mee kunt. En dat is op individueel vlak zo, maar ook absoluut op organisatievlak, omdat we in een tijd leven waar dingen veel, veel sneller dan vroeger veranderen. Dus ik denk, hoe kun je dan bedrijven daarvoor overtuigen door echt de match te maken tussen, ja, je hebt wel mensen nodig om je organisatiedoelen te blijven behalen. En ja, die organisatiedoelen die stelt je bij. Dus je moet daar vanuit die organisatiedoelen ook mensen blijven ontwikkelen. Ik denk dat dat een beetje een antwoord is al op die vraag.
Als ik dan even verder ga naar de voordelen, het zorgt natuurlijk voor minder uitval en stress. Inzetbaarheid stijgt. Als organisatie, dat is een heel belangrijke. Dan zet je beter bestand tegen veranderingen. Ook als je zo naar je jobs durft kijken en naar je functies durft kijken als iets wat kan veranderen, dan gaat je veel beter bestand zijn tegen de veranderingen die nog komen. Omdat je dat ziet als iets wat evolueert en waar dat je ook zo over moet nadenken. Het lost natuurlijk een aantal, het zou kunnen een oplossing zijn voor een aantal knelpuntberoepen. En ja, er zijn natuurlijk meer groeimogelijkheden en groei als organisatie. Dat denk ik dat ik al voldoende gezegd heb. Grenzen, die wil ik er toch ook bij zetten, hè, want dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat zijn de grenzen? Er zijn toch twee belangrijke grenzen aan. En dat is één, je kunt niet zomaar alles craften. Hè. Je kunt wel elke job een deel craften. Maar het is wel belangrijk dat je heel duidelijk ziet wat zijn de essentiële kerntaken waar we niet kunnen aankomen. En die moeten gebeuren door iedereen die die functie doet. En dat zijn de vereisten die je nodig hebt. En wat zijn dan taken die wel moeten gebeuren, maar misschien niet in dit profiel. Dus dat is een belangrijke. En dan een tweede, er moet absoluut afstemming zijn tussen de organisatiedoelen en de functies of... Ja, invulling van taken van collega's. Een taak of een functie, dat bestaat niet in een vacuüm, dat bestaat vaak in een team, in een organisatie. Dus het mag niet zo zijn dat het veranderen van de taken de organisatie weer in het gevaar brengt. Dus daar moet je wel heel bewust bij stilstaan, dat die link wel bewaakt blijft. Ja. Ik ga kijken hoe ik deze vragen zelfs nog kan beantwoorden. Ja, oké. Ik ga toch nog deze voorbeelden. Ja, ik ga even een tijd steken. De voorbeelden van jobcrafting, dat gaat het concreter maken. Ik heb een aantal voorbeelden meegebracht waar dat we aan jobcrafting gedaan hebben. Heel concreet, uit mijn eigen sector worden steeds meer trainers gezocht met digitale skills. Die zijn heel moeilijk te vinden op de markt. Want trainers werken graag met groepen tussen de mensen en niet noodzakelijk met technologie. Dus wat heeft een bedrijf nu gedaan wat heel veel e-learning zou creëren? Omdat daar waar het ook echt naartoe gaat. Die hebben in het bestaande team gekeken wie eigenlijk heel... Er was iemand die heel graag bezig was met dat digitaal maken van e-modules. En ze hebben gezegd, oké, we maken u vrij om alle digitale modules te maken. We gaan u daar ook in opleiden. Waardoor het stukje digitale modules maken bij alle andere rollen van het team weggehaald werden. Dus trainers konden zich... veel meer alleen focussen op het geven van trainingen. En die persoon die bezig was met die digitaliteit, die deed al het digitale maakwerk. Dus waardoor dat het oké is om dan een trainer aan te nemen die puur training geeft. Dus je hebt dat probleem opgelost door taken te herverdelen in een team. Dit is een voorbeeld van een gezocht ingenieursprofiel wat tweetalig moest zijn. Ik denk dat ik het voorbeeld daar straks wel al gegeven heb. Waar ze heel moeilijk een tweetalig ingenieursprofiel vonden, maar wel heel erg geloofden in iemand die ja, niet tweetalig was. En daar hebben ze inderdaad gekeken, oké, in onze bestaande taakomschrijving, welke taken zijn absoluut noodzakelijk dat je tweetalig zit. En dat was dan vooral het contact met de klanten. En welke taken kunnen gebeuren zonder die tweetaligheid. Dus het contact met de klantenportefeuille is dan herverdeeld naar een andere collega. En er zijn een deel taken van die andere collega, en want het is natuurlijk een wisselwerking vaak, bij het takenpakket gekomen, waarvoor geen tweetaligheid vereist was van de nieuwe collega. Dat is een ander voorbeeld. Automonteurs, moeilijk te vinden profielen, bestaande garage, die nieuwe automonteurs vond ze heel moeilijk vond. En dan is het gaan kijken van wacht, en dat is altijd de vraag, hebben we wel een profiel nodig dat we aan het zoeken zijn, ook weer naar die taken te kijken. En dan vonden ze dat de bestaande monteurs een aantal taken deden die niet noodzakelijk moesten gebeuren met iemand van dat profiel. Bijvoorbeeld het wassen van auto's, het bestellen van nieuwe onderdelen. Ja, er kunnen nog een aantal taken zijn. Die taken bij alle bestaande monteurs weghalen en creëren tot een nieuwe functie, maakte dat ze een veel lager profiel nodig hadden dat wel beschikbaar was. En monteurs zelf konden dan veel meer bezig zijn met, ja, kregen dan ruimte om volle bak met hun job bezig te zijn, waardoor ze eigenlijk niemand nieuw nodig hadden. Dus ook hier weer is een verdeling van takenpakketten gebeurd, waardoor het profiel wat
dat je zoekt, dat je dat wat doet en herverdeelt. De laatste voorbeeldje van account managers. Account managers zijn mensen die heel graag, en ik wil niet stereotyperen in dit geval, de vroeg account managers, weten niet graag administratief werk. Er gingen graag naar de klant. Nieuw salesprofiel gezocht, heel moeilijk te vinden. En dan hebben ze naar de taak gekeken van oké, die bestaande account managers, kunnen we een stukje administratieve voorbereidingstaken en het verslag maken van die gesprekken uit de functies van de bestaande mensen houden tot een nieuw administratieve functie bundelen, waardoor je eigenlijk geen nieuwe account manager nodig hebt in dit geval, omdat de ruimte vrijkomt bij de huidige mensen, en dat je een nieuw gezocht profiel een administratief profiel wordt. Dat had wat meer voordelen nog, want bijvoorbeeld na de gesprekken met de klanten zaten die mensen sowieso toch in de auto, en dan dan belden die naar het administratieve om verslag uit te brengen. En die verslagen waren veel uniformer, want die werden door één persoon gedaan. Dus dat had wel wat meer voordelen dan alleen de openstaande vacature vullen. Dus dit zijn nu allemaal voorbeelden waar dat er echt is nagedacht van, hebben we dit profiel wel nodig? En als we naar de bestaande mensen kijken, kunnen we misschien toch een ander profiel zoeken dat wel beschikbaar is. Ik kijk even naar de tijd. Start bij jezelf. Ik ga geen interactie meer proberen, maar misschien wel interessant voor jullie zelf om eens na te denken, hoe kun je dit verhaal nu in je eigen job gebruiken? En ik heb al wat suggesties gedaan. Ik denk dat het stukje inzicht geven in de mismatch en hoe dat komt, een hele belangrijke is, dat is een beetje awareness creëren bij een klant van, kijk, we moeten echt naar andere soorten oplossingen gaan zoeken. Je klant inzicht geven in die voordelen van job crafting. En ja, dat toch wel een andere manier van kijken naar jobs vraagt. Superbelangrijk is die derde, verdeel een functie in taken. En kijk welke taken dat je eventueel kunt veranderen, op welke manier dan ook en welke niet. En dan in het stukje craften of carven. Verder advies zou natuurlijk interessant zijn dat je klant ook echt kunt inspireren op het vlak van job crafting en echt gaat kunnen helpen van oké, je hebt dat profiel. Dit is wat gezocht en dit is wat we vinden. Hoe kunnen we daar een match tussen maken dat een win-win is voor beide partijen? En werknemers bewust maken van de nood. Om je continu mee bezig te zijn. Ik geloof heel hard dat je daar in de toekomst proactief mee moet bezig zijn. Je moet sowieso regelmatig om verschillende redenen je interne functies herbekijken. En het is wel heel goed om daarop voorbereid te zijn en om dan ook de tools in huis te hebben. Die u helpen om dat te doen. Ik heb de kant werkgever en wat hier niet tussen staat, maar ik zie hier de vraag staan van ja, hoe kun je dan werkzoekenden die in gesprek gaan over zijn schuld beter in de verf zetten. Er zijn wel een aantal opdrachten die je die mensen kunt laten doen om meer zicht te krijgen op hun talenten. Ik ga even een beetje loopbaanbegeleidingsvragen ook. Mensen vragen om bij mensen die hun goed kennen, vragen waar ze goed in zijn, waar dingen die ze fier op waren. Om echt, ze moeten heel goed in kaart krijgen waar ben ik goed in en wat kan ik echt bieden aan een werkgever. Dat kan ook een attitude zijn, maar iemand die heel flexibel is, kan super interessant zijn. Het moet niet altijd over kennis of vaardigheden gaan, maar daarmee helpen zoeken wat kun je goed. En de tweede stap is dan, wat is dan bruikbaar in deze job? Oké, dit wil ik nog meegeven als uitnodiging, omdat het ook iets is wat in kleine dingen kan zitten. Om een voorbeeld te geven, nog een laatste. Iemand die helemaal niet graag als leidinggevende de jaarlijkse functioneringsgesprekken deed binnen, die dat plotseling buiten begint te doen en al wandelend en meer en meer in HR zichtbaar is, vindt dat plots veel fijner en zingevender. Dat is een hele kleine verandering die maakt dat bepaalde worden. Dus ik zou uzelf eens willen uitnodigen om de denkoefening zelf te doen. Als je naar je eigen job kijkt en je takenpakket vandaag, wat is zo één kleine verandering die je zelf zou kunnen doen in je job, zodanig dat die beter bij u zou passen? En ja, kijk eens in vanuit wat facetten dat je dat zou kunnen invullen. Heb ik nog tijd voor een paar vragen? Ja, oké. Hoe je effectief mee
aan de slag gaan. Ik denk dat ik daar al een stukje een antwoord op heb gegeven. En de next step, er zijn natuurlijk redelijk veel concrete methodieken beschikbaar van hoe dat je dat precies doet. Hè. Concrete oefeningen die je zelf kunt doen om de mens beter te zien, die je naar je klant toe kunt doen om die te begeleiden en die je ook naar je kandidaat toe kunt doen om die meer bewust te maken van ja, wat heb ik eigenlijk te bieden op de arbeidsmarkt en hoe kan ik mezelf dan eigenlijk beter verkopen. Nu, die concrete technieken kunnen we natuurlijk niet in een uur behandelen en daarom hebben we een eendaagse opleiding in het leven geroepen waar dat we echt gaan focussen op het aanleren van die technieken om aan jobcrafting en jobcarving te doen, ook toegepast op jullie eigen concrete cases. Dus je mag daar zeker uw eigen voorbeelden meebrengen, zodat we dat ineens in die opleiding kunnen doen. In deze presentatie staat de inschrijvingsslide, maar wij sturen die zeker ook nog naar jullie door. Dus dat je die vindt. Dit zijn al onze contactgegevens om in contact te blijven of op de hoogte te blijven. En dan wil ik toch graag afsluiten met een soort van filosofische insteek. Vanuit, als je heel veel mensen zoeken vandaag antwoorden op Google, als je niet vindt wat je zoekt via Google, wat doe je dan? Dan verandert je je zoekterm. Ik denk dat dat in dit verhaal een hele belangrijke is, om mensen bewust te maken van als we niet meer vinden wat we zoeken, dan is het wel interessant om eens na te denken, is dit wel wat we zoeken? En kunnen we eventueel kijken of dat we iets anders kunnen zoeken wat ons ook helpt en wat mogelijk nog meer problemen oplost dan we in eerste instantie hadden. Voilà, dat was onze webinar. Heel erg bedankt om aanwezig te zijn. En ik hoop jullie absoluut in levende lijven te ontmoeten op onze opleiding in februari.